Ik verzoek u te gaan staan, dan zal ik het ambtsgebed voorgaan in het ambtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de raadsvergadering van 5 februari en ik heet u allen van harte welkom, ook u op de publieke tribune. En ook als u meekijkt, meeluistert, dan kan ik u nu al zeggen dat het waarschijnlijk een vrij korte raadsvergadering zal zijn. Maar uiteraard kijk ik dan de raadsleden aan, want zij gaan erover. Ik heb de afmelding gekregen van wethouder Paters en van mevrouw Bramer. Die zijn niet aanwezig. Ik kijk rond, ja, de rest is er wel. Ik vraag u of u de presentielijst allemaal heeft getekend. Dat is zo, dus dat gaat ook goed. Dan kom ik bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Kunnen we de agenda vaststellen, waarbij ik aangeef dat agendapunt 11, bouwverordening gemeente Twenterand 2018, naar de akkoordagenda is geplaatst, omdat de heer Kobus van de VVD, naar aanleiding dat hij de vragen die hij gesteld heeft beantwoord heeft gekregen, heeft gezegd dat was duidelijk en ik hoef er geen debat meer over te voeren in deze raadsvergadering, dus vandaar dat dit agendapunt ook naar de akkoordagenda is verplaatst. Dus hebben we ook alleen maar vanavond punten voor de akkoordagenda. Wenst iemand verder nog het woord over de agenda? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan wil iemand nog stemming over de raadsagenda? Dan is dat ook niet het geval en gaan we deze agenda conform het voorstel afhandelen. Dan komen we bij het derde agendapunt. Dat is de installatie van de directeur Rekenkamer West-Twente. En ik ga nu achter de katheder staan. Zal ik even kort een toelichting geven. En dan zal ik vragen of mevrouw van der Plassen naar voren wil komen om de verklaring en belofte af te leggen. Maar ik zal even kort iets zeggen. Ik draai nog even de microfoon om. Ik ga straks ook aan de binnenkant staan, net zoals mevrouw van der Plassen, om de verklaring in de eed af te nemen. En zij zal hem afleggen. De directeur van de Rekenkamer West-Twente, een aantal gemeenten, hebben samen een rekenkamer. En bij besluit van 17 juli 2018 heeft uw raad besloten om mevrouw meester Marijke van der Plassen per 1 januari 2019... te benoemen tot directeur van de Rekenkamer West-Twente. En in deze vergadering zal zij geïnstalleerd worden door het ten overstaande van mij en ten midden ook van uw raad de verklaring en belofte af te leggen. En ik zal deze dan ook zo voorlezen. Ik vraag dan ook mevrouw van der Plassen om hier in de kring te gaan staan. Dan draait de microfoon om. Kom ik daar ook staan? Leek ons wel zo goed. Even iets deze kant op. Volgens mij moet het zo goed komen. Als directeur de Rekenkamer legt u conform artikel 3 lid 6 van de verordening op de Rekenkamer West-Twente de verklaring en belofte af. En antwoord mij straks ook met dat verklaring beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot directeur van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als directeur van de Rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Fantastisch, gefeliciteerd. Fijn dat u het weer wilde doen. Ja, dank u wel. Directeur van de Rekenkamer, beste Twente. En ja, ik wou zeggen, het moest helemaal goed komen. En als aandenk aan deze avond, maar ook heel veel sterkte wensen bij u werk. Overigens natuurlijk namens de Raad van Twenterand dit boeket van bloemen. Dank u wel. En een goede reis. Ja, dank u wel. Naar andere gemeenten. Ja, door naar Hellendoorn om dit zelf te doen. Goed, dan gaan we verder met onze raadsagenda. Stel als agenda punt 4 op de agenda het vragenhalfuurtje. Er zijn geen vragen ingediend, want het hoort altijd van tevoren. Dan zijn we ook met dit agendapunt vrij vlug klaar. En ga ik over naar agendapunt 5. De vaststelling van de verslagen van de raadsdebat van 22 januari 2019. Er is geen wijzigingsvoorstelling binnengekomen. Ik stel u voor dan ook om dit verslag ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo nee. Dan is dat al dus besloten. Dan ga ik naar de vaststelling van de besluitenlijst van 18 december 2018. Ook daar zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt om de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wil iemand daarover stemming? Ik zie niemand. Dan is dat niet het geval en is ook deze besluitenlijst al dus vastgesteld. Ik ga naar de ingekomen stukken. Wenst iemand het woord? Want het gaat natuurlijk om of de afdoening, of u daarmee akkoord gaat wat bij de ingekomen stukken staat. Wil iemand het woord? Dan stel ik u voor om de procedurevoorstellen over te nemen en de lijst zo vast te stellen. Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is ook dit al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. Als het soms te vlug gaat, dan hoor ik dat wel. Meld het maar eventjes. Ik ga naar agenda punt 8. De vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Twenterand, partiële herziening Slenke 1. Wil iemand daarover het woord? Wil iemand een stemverklaring afleggen? Wil iemand stemming? Dan is het voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar het bestemmingsplan Buitengebied Twenterand, partiële herziening Slenke 9. Wil iemand het woord? Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Niets, dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 10, beleid ontgraven en toepassen grond. Wil iemand het woord? Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 11. Ook naar de akkoordagenda. Wil iemand, ik vraag het toch maar, hierover het woord? Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Dan is de bouwverordening gemeente Twenterand 2018 ook vastgesteld. Dan ben ik bij agenda punt 12. Dat is de sluiting van deze raadsvergadering. En ik hoef niemand te vragen of iemand het woord wil. Dat is al dus vastgesteld. Ik sluit de vergadering.